Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie deel 3 van dingen die je niet bij paarden mag doen. En mijn vorige 2 video's, die werden daar heel goed bekeken. En jullie vonden dat ook super leuk. Dus ik dacht, ik maak ook nog eens een deel 3. Dus ben je nou benieuwd wat voor 10 nieuwe dingen ik nu weer verzonnen heb? Laat dan zeker even kijken. Touwen zomaar op de grond gooien. Dus geen touwen in de stal van of überhaupt waar paarden komen laten slingeren. Gewoon altijd even netjes weghangen. Want als je ze op de grond laat slingeren, dan kunnen paarden er verstrikt in raken. Dus met hun benen erin komen. Bijvoorbeeld als een touw zo in zo'n lus ligt, dan kan het paard er met zijn hoef in komen. En dan kan dan strak trekken. Eventueel dat hij met een ander been weer op een andere kant staat of schuren of zoiets. Nou, dat is gewoon gevaarlijk, want een paard kan ook nog eens in paniek raken als hij zoiets heeft. Dus ruim altijd even netjes gewoon je touwen op en laat ze niet slingeren. Hey, nou, 1 ding wat je echt absoluut zeker weten niet op stal mag doen, wat echt ontzettend gevaarlijk is, is roken op stal. En jullie zagen het net even dat ik het... Voor het voorbeeld wel, dit natuurlijk weet ik het niet met een echt peukje, maar gewoon met een strootje. Maar roken is dus ontzettend gevaarlijk, want ten eerste is het voor jezelf natuurlijk helemaal niet goed. Dus je moet het eigenlijk sowieso niet doen. Maar het is voor je paard ook niet goed die rook. En het kan ook brand aanstichten, want het stro en zo is natuurlijk allemaal super brandbaar. En de stallen zijn ook gewoon van hout. Dus als jij per ongeluk je sigaret hebt laat vallen, dan is dat natuurlijk hartstikke gevaarlijk. En op de meeste meisjes... mag je niet roken. Doe gewoon niet roken, want dat is niet eens goed voor je. Nou, wat je nooit mag doen is rijden met een niet goedgekeurde cap. En, want dat kan natuurlijk heel erg gevaarlijk zijn als je cap niet goedgekeurd is. En mijn cap is gewoon goedgekeurd en dit kun je zien bij jouw cap. Als er aan de binnenkant zit zo'n label. En als daarop staat CEEN 1384... dan is die gewoon goedgekeurd en is die Europees goedgekeurd. Dus dat is heel belangrijk dat dit aan de binnenkant van de cap staat. Dus mocht je nou twijfelen of jouw cap goedgekeurd is, kijk dan of dit aan de binnenkant staat. En als jij nou toch niet weet of je cap goedgekeurd is, kun je dit natuurlijk altijd navragen in de Ruitersportzaak. Want die hebben daar alle verstand van en eigenlijk verkopen ze in de Ruitersportwinkel ook alleen maar goedgekeurde cappen. Dus die zit daar niet vaak fout. Maar het is dus heel gevaarlijk als je niet een goedgekeurde cap koopt. En ja, ik heb het zelf ook best wel van dichtbij zien gebeuren. Wel met een goedgekeurde cap, maar mijn moeder die reed met een cap. En zij viel van de paard af in het hek. En ze had toen alles in haar onderbeen gebroken. Maar ook de hele cap lag dwars over midden. Die kon je zo helemaal zo in elkaar duwen. Zo. En nou ja, ik wil niet weten wat er was gebeurd als ze geen goedgekeurde cap op had gehad. Dus... het is heel belangrijk dat je cap goedgekeurd is. Andere paarden voeren. En want, dit heeft best wel wat redenen waarom je dat niet mag doen. Want je weet niet wat voor paard het is, hoe die reageert op als jij hem dingen voert. Het kan een paard zijn met stalgebrekken, dus dat hij heel agressief reageert erop. Maar het kan ook zijn dat een paard ergens tegen een bepaald iets niet tegen kan. Dus dat hij of een allergie heeft of een ziekte of zo. Dus voer nooit zomaar een paard wat je niet kent. Dus hou je voer lekker voor je eigen paard, want je weet precies wat je je eigen paard of zorgpony kan geven. En als je toch een ander paard iets wil voeren, vraag dan eerst even na bij de eigenaar. Of als je een manegepaard wil voeren, vraag dan even bij de eigenaar van de manege na. Hey joh, druk die hakken eens uit. Wat je dus niet moet doen is je bemoeien met de les. En je ziet het nog best wel vaak gebeuren dat ouders lief willen zijn door dingen te zeggen met de les. Of mensen, zoals ik net voorlees, gewoon echt kritiek hebben. Maar je moet je niet bemoeien met de les, want er is gewoon iemand die les geeft en die heeft er verstand van. En zoals ik heb niet eens mijn oren, dus ik heb niet eens het recht om iets te zeggen op die mensen. Dus het is gewoon de lesgever, de instructeur of instructrice die les geeft. Dus daar luister je naar en je gaat niet langs de bakkerrand gaan schreeuwen naar mensen toe wat ze moeten doen. Hey joh, rotblond!
lopen, meekomen. Je luistert ook nooit naar me, hè? Meelopen nu! Kom op! Nou, wat ik net deed was echt ten eerste verschrikkelijk om zelf te doen. Ik vond het echt heel erg om boos te worden op mogen. Maar je moet natuurlijk nooit je geduld verliezen bij paarden of heel ruw tegen paarden gaan doen. Want ze zijn altijd lief. Meestal zijn ze gewoon altijd lief. En het is gewoon nooit goed om je geduld te verliezen. Maar ik vond het zo erg om bij Mo te doen. Ik voelde me zo schuldig. Want Mo loopt altijd super braaf mee. En die doet nooit dingen die niet mogen en zo. Dus ik voelde me echt schuldig. Toen ik zo, Peko, maar rot. Hij is echt de allerliefste in de hele wereld. Dus ik meen het niet. Zorg altijd dat je teugels gewoon vasthoudt als je hem zo meeneemt. En dat als je paard gaat aanzingelen of iets, dat ze dan zo over de hals heen zijn. Ja, je moet nooit zonder schoenen met een hak rijden. Dit is dus hartstikke fout. En in je joppers, in je rijlaarzen, daar zit altijd een hak in. En dat is erom zodat je niet te snel door de beugel heen schiet. Want nu schiet ik natuurlijk heel erg snel door de beugel heen. Doordat ik geen hak op mijn schoen heb. Dus, joppers zijn ook nog voor meer dingen, zodat het hier een beetje beschermd zit. Dus rijd nooit met gimpen of schoenen zonder een hak, maar altijd met schoenen met een hak. Met losse kleding rijden. En daar bedoel ik mee met kleding die wappert. Dus Mo is een beetje ongeduldig de laatste tijd. Maar zoals nu, ik heb een vest aan die los zit. Dus als het een beetje waait of zo, dan wappert die zo achter me aan. En dat kan een paard een beetje in zijn ooghoeken zien. Dus daar kan hij van schrikken. Of een ander paard kan daar weer schrikken. Of je kan ergens achter blijven hangen. Dus je moet of je vest uitdoen. Dus eventjes iemand vraagt of iemand je paard vasthoudt. Dan kun je voorzichtig je vest uitdoen en meegeven aan die persoon. Of je vest gewoon dicht doen. Zo. En nu ben ik helemaal veilig om te gaan rijden. Nou, wat je nooit mag doen, is zonder ervaring of zonder ruiterbewijs de straat op. Dat kan heel gevaarlijk zijn omdat je niet weet wat je precies moet doen. Ik heb mijn ruiterbewijs gehaald, waardoor ik op de straat mag rijden. En daar moest ik dus een soort van examen voor afleggen. En daardoor weet ik ook dingen, als bijvoorbeeld dat als je een kant op gaat, dat je net zoals op de fiets je hand uit moet steken. En buiten de bebouwde kom moet je op het fietspad. En binnen de bebouwde kom moet je gewoon op de weg. Dus dat soort dingetjes heb ik allemaal geleerd voor het ruiterbewijs. Maar als je niet weet wat je moet doen op de weg, ga dan nooit zonder begeleiding de weg op of helemaal in je eentje of zo. Zodat je wel weet wat je moet doen. Nou, dit waren weer 10 dingen die je niet mag doen met paarden. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. En dat jullie het weer een leuke video vonden. Zo ja, doe dan even een duimpje omhoog. En wil jij nou mijn vorige video zien, waar ik 10 dingen die je niet mag bij paarden mag doen 2.0. Check dan even deze video. Of wil je nog veel meer video's zien, check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!